hoe ging zo'n schooldag? Hoe verliep dat hetzelfde als nu of ging dat anders? Ik denk, het was strenger dan wat het nu is, maar ja, je ging gewoon naar school en je wist niet beter. En vermits dat ik op Nieuw-Sint-Ruiden woonde in de Houtstraat, ging ik 's morgens naar school, 's middags terug naar huis voor te gaan eten en dan terug naar school. En tot hoe laat? Ik geloof tot 4 uur dat in der tijd was. Tot 4 uur, ja. Dus ging 4 keren? Op en af, ja. Ja, ja, ja. En wanneer was er toen woensdagnamiddag ook al? Het was de woensdagnamiddag ofwel de donderdagnamiddag dat we in school hadden, maar dat weet ik niet meer zojuist. En toen je klein waart, ja, met welk speelgoed speelde je zo? Poppen. En uit wat bestonden die poppen? Oh, waren dat fotopoppen of nee? Nee, dat waren... Ik had ook nog eens een heel grote pop gehad met porseleinen armen en benen en handen die ik kon bewegen. En dan voor de rest waren het gewoon poppen, gelijk nu ongeveer, dus overal zo te vinden nog. Ja, ja. In been of wat is dat? In been, ja. Of is dat in been of wat is dat? Of zo'n aanmaakbeen misschien, dat weet ik niet wat dat is. Of is dat plastic? En die armen en benen van die pop konden bewegen? Dus die porseleinen, die beweegde, ja. Die kon je bewegen. En hoe ging dat? Dat was hier precies of dat zo een stuk tussenin, tussen de hand en tussen de arm was. En dan kon je dat bewegen. Dat is je community. Ja. Wie ging dan zijn werk? Werd er ook gefeest? Had je ook mooie kleedjes? Dus, ja, dan hadden wij ook communikleed. En voordat je naar de plechtige commune, dan was er ook altijd dus dat je naar de catechismus moest gaan. S morgens, dus, zelfs in de winter. En dan was het erg koud in de kerk. Maar ja. Ja, en de kleren waren... In het wit, ja. Witte lang. Witte lang kleren en dan zo... Een voileke. Een voileke, ja. Kroontje. Een kroontje. En een missaal, handschoenen aan. En dan een kettingsje en een armbandje. Het zal misschien wel even het goud gelegen hebben, maar het was toch één. En de ouder, en werden er ook foto's genomen dan? Ja, want ik heb zo nog een foto van dat ik mijn plechtige commune gedaan heb, ja. En werd er gefeestje dan? Ja, dat werd gefeest ook, hè. Thuis met dan? Thuis, ja, in die tijd was het altijd thuis. Met de naaste familie, dus de zusters van mijn moeder. Maar mijn vader die was alleen, dus daar was niemand mee van. En vriendjes en zo. Vriendje, ik had een vriendin, een heel goede vriendin, die was er ook altijd bij. Gewoonlijk kwam de pastoor met Sint-Pieterspenning. En wat is dat? Dat is zo'n omhaling die ze deden voor Rome. In die tijd, ja. Voor Rome? Ja. Ja, ja. Sint-Pieterspenning noemden ze dat. Sint-Pieterspenning. En dan moesten de mensen... Dan moesten de mensen in bijdragen. De mate van het mogelijke geven. Ofwel kon je een aflaat verdienen met dus het geld te geven voor missen zeker te doen. En een aflaat verdienen. Wat voor je zonde te vergeven. Voor je zonde te vergeven. Als je dan veel gezondigd had, dan kon je zien misschien je zonde kwijtspelen, hè. Maar in de oorlog, heb je dat gevoeld als kind, dat het leven zwaarder was? Ja, natuurlijk, dat was wel zwaarder. En, maar wij hadden het thuis dan ook niet, wij hadden niks tekort, maar we hadden ook geen overvloed. Zie, thuis, wij hadden dus een hof, mijn ma, die konijnen, we hadden een schaap, varken, zo van dat. En dan hadden we toch altijd zo... En mijn ma die bakte nogal heel veel. Of wel op de zondagen bakte ze wafels. Of appelbeignets of zoiets. Er was er wel... En dan een vriendin van mij, die kwam dus alle zondagen naar thuis. En wij gingen ofwel eens wandelen, ofwel kwamen we de stad in. Hier eens rond de straten, of rond de winkels in. En terug naar huis. En dan in de tijd, als er dus was, dat de cinema... Dan gingen we naar de cinema
En dan was er een cinema, ik geloof dat 2 of 3 uur, dat weet ik niet meer juist, dat de cinema was. En mijn vriendin en ik gingen eerst aan de foto's zien welke de film het schoonste zou kunnen zijn. Want we zouden ons maar eens kunnen vergissen, want dan hadden we ons geld eraan gegeven en bracht niks op. Ja, en dan gingen we zien aan de films en dan kwamen sommige mensen al uit en dan vroegen wij, hoe is het geweest? Is schoon geweest? En als ze zeiden ja, dan gingen we onze kaartje kopen en dan gingen we naar de cinema. En we kregen dan zondags 20 frank zakgeld. Mijn vriendin ook en ik ook. Maar mijn vriendin, dat was zo een doorbraven, hè. Als we dan niet geweest waren, ik gaf ze 20 frank terug. Oh. Maar die gaf er 20 frank terug. Dat kostte toen 20 frank voor een film? Nee, dat was geen heel 20 frank. Ik geloof dat dat 13 frank kostte voor de film te zien. Maar dan hadden we nog 7 frank over. Hè. En dan konden we een Frisco kopen. En dat was het dan. Hè. En wat cinemazalen waren? Dat was hier de Palas, dat was de Patria en dan had je de Cameo. En de Palas, dat was? Dat was hier aan het monument. Ja. Waar die winkels daar nu zijn, op Sint Maartenplein. Dus dat was de Palas. En de Patria was aan het station, dus de stationsstraat, dat was de Patria. En dan heb je de Cameo gehad, dat was op Pleinke, Europapleinke. Dat was de Cameo. En welke was de schoonste? Oh, het was niet voor schoon, het was de schoonste film die er gespeeld werd. En dat was afwisselend, dan daar de schoonste. Dan was dat schoon. En dan, dus daarmee dat we ook aan de foto's gingen zien, hè. Welke dat we vonden dat het schoonste zou kunnen zijn. Welke welke zaal trok het meeste mensen aan? Welke zaal was het populairste? De Palas. De Palas was het populairste? Dat was de populairste, ja. Dat was ook de grootste? Dat was ook de grootste, ja. En de mooiste misschien. Ja, ja. Je moet dat nooit niet vergelijken met hetgeen dat er nu overal is. Hè. Ik heb nog 2 jaar in het graf naar school geweest. Dus, en dat was bij zuster Norberta. En dat was dus volledig in het Frans. En dus na die 2 jaar had mijn moeder graag gehad dat ik naailessen ging volgen. Mijn naaister of wel in school, maar dat was dat dan niet. En dan kwam ik dus in de Rijschotstraat na school voorbij bij de juffrouw Diddeley. Ik weet niet of je die weet. Die hadden daar een koepschool voor te naaien. En toen, mijn ma die had graag gehad dat ik daar ging. En was mijn ma me daar gaan aangeven. En dan heb ik daar ongeveer een jaar naar school geweest. Toen was het met kerstmis. En kwam ik aan het Kousenpaleis, aan het park voorbij. En daar stond een papiertje aan de deur opgeschreven. Winkeljuffrouw gevraagd. En ik binnen. En ik ging mij aanbieden. Hè. Maar mijn ma wist dat niet. Hè. En toen was madame juist niet daar. En zei ze, ja, ik zal het doorgeven, ik zal het zeggen. En aan een dag belde het thuis. En het was in de vakantie. En ik ging open doen. En ik had altijd de gewoonte van schoon te maken op mijn blote voeten. En ik ging de deur open doen en ik stond daar op mijn blote voeten, de dingen aan. Hè. En toen was het meneer van het Kousenpaleis en die vroeg dus of ik wou komen helpen. Dus voor te proberen met kerstmis was het druk. En dan kwam mijn ma 's avonds en toen zei ik, ja, die meneer is hier geweest, ik was me daar gaan aanbieden. En toen ben ik daar begonnen en ik ben daar gebleven. Tot ik getrouwd ben en in 1951 ben ik getrouwd. En dan ben ik van het Kousenpaleis dus, als ik getrouwd was, naar de Varkensmarkt dus, waar zij winkel hadden, of de Minderbroedersstraat, hoe je het wilt noemen. Dus ben ik daar gaan helpen.